S'lands Hospitaal heeft vanaf gisteren 4 nieuwe gerenoveerde eerste klasse patiëntenkamers erbij. De kamers zijn met sponsoring van Telesuur en Petronas Suriname BV opgeknapt. Volgens Ahmad Bin Sakarai, directeur van Petronas BV, heeft het bedrijf S'lands Hospitaal vaker geholpen. En ook dit keer kon zij het niet laten het ziekenhuis weer te helpen met een ander project. Volgens Janice Asraf, manager Corporate Communication van Telesuur, is gezondheidszorg heel belangrijk voor het bedrijf. Daarom is er meteen positief gereageerd op de donatiebrief, zegt Asraf. It will be a continuous support. What we want to, I would say, share is that we hope that we have the prayers and support of the people in Suriname to ensure that the company grows and be better so that we can give more back to the people. That is what we hope. Wij proberen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. En ook de gemeenschap te laten zien van Telesuur is er ook voor hun. En daarom dat we gezondheidszorg ook belangrijk vinden. Het is belangrijk dat onze klanten in een goede, gezonde conditie verkeren. Dus toen de aanvraag kwam om een donatie te doen, hebben we eigenlijk gelijk ja gezegd. Niet alleen de gezondheidszorg is belangrijk, maar Telesuur vindt ook belangrijk dat we de oude gebouwen, de culturele waarde, het culturele erfgoed dat we hebben, dat we daar ook waarde aan hechten en het ook bewaren voor de toekomstige generatie. Volgens de algemeen directeur van het S'lands Hospitaal, Dayashankar Mathura, heeft de gehele renovatie iets meer dan $64.000 gekost. Hij geeft aan dat de eerste klasse afdeling echt aan de renovatie toe was en legt uit waaraan het geld allemaal is besteed. 4 ECG en EKG equipment met accessoires, 1 sealer voor sterilisation, 1 patient monitor met een value of $4,888, 4 new hospital beds with mattress and bedside cabinet with destination the first class rooms, 8 handheld pulse oximeter, and although we were through this process we had to pay import tax and transportation, so we end up with a total amount of $46,048. Dayashankar Mathura, algemeen directeur van het S'lands Hospitaal. Hij sprak gisteren voor de officiële ingebruikname van de 4 gerenoveerde eerste klasse patiëntenkamers. De renovatie heeft ruim $64 gekost. De sponsoren zijn Telesuur en Petronas Suriname BV.